Het theorie-examen voor Klein VWS 1 bestaat uit 40 meerkeuzevragen waar je maximaal 80 punten kan behalen. Van de 80 punten moet je er minimaal 56 behalen om te slagen. Tijdens het examen krijg je 18 meerkeuzevragen over de wettelijke bepalingen die van belang zijn voor de vaartop, rivieren, kanalen en meren. 5 meerkeuzevragen over de behandeling van de voorsturingswerktuigen en veiligheidsmaatregelen. 9 meerkeuzevragen over waterwegen, omstandigheden van het vaarwater en elementaire meteorologie. En 8 meerkeuzevragen over varen en manoeuvreren en maatregelen nemen onder bijzondere omstandigheden. Goed om te weten is dat deze onderdelen niet als los worden beschouwd, zoals bijvoorbeeld het autotheorie-examen. Vanuit de 40 vragen moet je 56 punten halen en waar je die punten haalt, dat maakt in principe niet uit. Nou, laten we beginnen met deel 1, de vraag over de wettelijke bepalingen die van belang zijn voor de vaart op rivieren, kanalen en meren. Een motorboot vaart 60 km per uur, waar maximaal 6 km is toegestaan. Een bestuurder van een andere boot vaart netjes met de toegestane snelheid, maar heeft wel te veel gedronken. De bestuurder heeft 2 promil alcohol in zijn bloed. Het is erg druk op het water en er zijn ook veel kinderen in het water. Van wie wordt het vaarbewijs ingenomen? A. Alleen van de bestuurder die te hard voer. B. Alleen van de bestuurder die te veel had gedronken. C. Van beide bestuurders. Of D. Van geen van beide bestuurders. Wat denk jij? Nou, de bestuurder die te hard vaart overschrijdt de maximale snelheid best flink. Daarnaast heeft de schipper die te veel heeft gedronken een alcoholpromillage hoger dan 1,8 promil. Wat betekent dat voor beide schippers het vaarbewijs direct wordt ingenomen. Antwoord C dus. Je vaart vanuit Doesburg over de Gelderse IJssel. Via de Nederrijn naar je eindbestemming in Rhenen. Met welke reglementen krijg je onderweg te maken? A. Alleen het binnenvaartpolitiereglement, oftewel BPR. B. Alleen het Rijnvaartpolitiereglement, oftewel RPR. C. Eerst het binnenvaartpolitiereglement en daarna het Rijnvaartpolitiereglement. Of D. Eerst het binnenvaartpolitiereglement, daarna het Rijnvaartpolitiereglement en tot slot weer het binnenvaartpolitiereglement. Lastige vraag volgens mij. Maar op de Nederlandse binnenwateren kan je te maken krijgen met verschillende reglementen. Bij Doesburg heb je te maken met het binnenvaartpolitiereglement. Vervolgens vaar je de Nederrijn over, waar het Rijnvaartpolitiereglement van kracht is. Tot aan je eindbestemming in Rhenen. Antwoord C dus. Nu denk je waarschijnlijk, wacht eens even, ik wist niet dat dit een topografie-examen was. Maar geloof me, dit komt echt elk theorie-examen voorbij en moet je ook kennen. Uiteraard bespreken we dit in de videocursus uitgebreid en laat ik alle verschillende reglementen zien en waar die precies van kracht zijn. En aan de hand van super overzichtelijke animaties en de bijlages die je kan downloaden in het dashboard, moet het geen enkel probleem zijn. Welk kleinschip heeft volgens het binnenvaartpolitiereglement, oftewel de BPR, dezelfde rechten als een groot schip? A. Een veerpont. B. Een sleepboot die een schip van 18 meter meesleept. Of C. Een passagiersschip dat 10 passagiers mag vervoeren. Dit antwoord is A. Een veerpont is één van de 5 kleine schepen die volgens het binnenvaartpolitiereglement dezelfde rechten hebben als een groot schip. Je vaart in het donker en ziet de volgende lichten. Met wat voor soort schip heb je te maken? A. Een groot motorschip. B. Een groot zeilschip. Of C. Een klein zeilschip. Dit antwoord is B. Een groot zeilschip herken je aan rood boven groen licht op de mast en boordlichten. Dus de lichten aan de zijkant en een heklicht. Deze zit aan de achterkant. En andere boten? Nou, die komen uitgebreid aan bod tijdens onze videocursus. Wat voor soort schip kan je herkennen aan het volgende dagteken? A. Veerpont. B. Beperk manoeuvreerbaar schip. C. Een schip met duikers aan boord. Of D. Een visserschip. Dit is antwoord D. Een visserschip kan je overdag herkennen aan een zwarte diabolo op het dek. Een lang geluidssein duurt A. 1 seconde. B. 2 seconden. Of C. 4 seconden. Nou, op een boot kan je lange en korte geluidssignalen geven. Een kort sein duurt 1 seconde. En een lang sein 4 seconden. Antwoord C dus. Als een klein schip een marifoon aan boord heeft,
dan is het volgens het binnenvaartpolitiereglement A. verplicht om uit te luisteren en informatie te verstrekken in verband met veilige vaart. B. mag, maar is niet verplicht om uit te luisteren en informatie te verstrekken in verband met de veilige vaart. Of C. niet verplicht de marifoon te gebruiken als dat niet nodig wordt geacht. Antwoord A. Een schip met een marifoon aan boord is namelijk altijd verplicht om uit te luisteren op plekken waar dit verplicht is en informatie te verstrekken in verband met de veilige vaart. Er dreigt gevaar voor aanvaring. Wie moet er volgens het binnenvaartpolitiereglement voorrang verlenen? A. Klein zeilschip X. B. Klein zeilschip Y. Of C. Beide schepen moeten uitwijken naar bakboord. Antwoord B. Een klein zeilschip Y. De voorrangregel voor kleine zeilschepen is: bakboordzeil gaat voor stuurboordzeil en loef wijkt voor lei. Beide schepen hebben hun zeil over stuurboord, maar zeilschip Y vaart aan de loefzijde, dus moet voorrang verlenen aan zeilschip X, die aan de leizijde vaart. Gelijke doorvaart is door de engte niet mogelijk. Wie heeft er volgens het binnenvaartpolitiereglement voorrang? A. Schip Y, omdat een groot schip altijd voorrang heeft op een klein schip. B. Schip Y, omdat Y van rechts komt. Of C. Schip X, omdat schip X met de stroom meevaart. Dit is antwoord C. Bij engte geldt volgens het BPR de regel dat het schip dat met de stroom meevaart voorrang heeft op het schip dat tegen de stroom invaart. Schip X mag dus eerst door de engte heen. Klein zeilschip X komt uit het nevenvaarwater. Groot motorschip X vaart op het hoofdvaarwater. Welke situatie is volgens het BPR juist? A. Schip X mag alleen het nevenvaarwater uitvaren als dit zonder gevaar kan met medewerking van schip Y. Schip X moet schip Y voorrang verlenen omdat een groot schip op het hoofdvaarwater voorrang heeft op een klein schip op het nevenvaarwater. Of C. Schip Y moet schip X voorrang verlenen omdat schip X van rechts komt. Nou, bij het BPR geldt: een klein schip dat uit het nevenvaarwater komt moet altijd voorrang verlenen aan een groot schip dat op het hoofdvaarwater vaart. Antwoord B dus. Drie schepen naderen elkaar in smal vaarwater. Het dreigt gevaar voor aanvaring. Wat is de juiste volgorde van voorrang verlenen volgens het binnenvaartpolitiereglement? A. X. Y. En dan Z. B. Y. Z. En dan X. Of C. Y. X. En dan Z. Nou, omdat de klein motorschip X gestrekte koers stuurboordzijde vaart, oftewel netjes rechts aan de zijkant van het water, mag deze eerst. Daarna gelden de voorrangsregels voor grote en kleine schepen. Groot gaat voor klein, dus groot motorschip Y mag als tweede en als laatste klein zeilschip Z. Antwoord A. Mocht je dit een beetje lastig of ingewikkeld vinden, maak je niet druk. Alle voorrangsregels komen uitgebreid aan bod tijdens onze videocursus. Welke doorvaartsopening is voor jou het veiligst? A. Opening A. B. Opening B. Of C. Opening C. Nou, als je een licht of teken bij een brug ziet, zie de schipper aan de andere kant van de brug natuurlijk ook een licht of teken. In dit geval is opening B het veiligst. Want als je twee gele lichten ziet, dan ziet de tegenligger een rood licht en mag er dus niet doorheen. Wanneer spreken we volgens het binnenvaartpolitiereglement van slecht zicht? A. Bij zicht van minder dan 600 meter op hoofdvaarwegen en 200 meter op nevenvaarwegen. B. Bij zicht van minder dan 1000 meter op hoofdvaarwegen en 400 meter op nevenvaarwegen. Of C. Bij een zicht van minder dan 1500 meter op hoofdvaarwegen en 600 meter op nevenvaarwegen. Ook hier weer antwoord B. Het BPR spreekt van slecht zicht bij zicht van minder dan 1000 meter op hoofdvaarwegen en 400 meter op nevenvaarwegen. Het binnenvaartspolitiereglement geeft voorschriften voor het stilliggen. Schip X drijft met motorpech zonder dat het ergens door wordt voortbewogen. Schip Y ligt ten anker. Welk schip of schepen liggen stil volgens het BPR? Schip Y wel, schip X niet. Schip X wel, schip Y niet. Beide schepen of geen van beide schepen. Nou, volgens het BPR betekent stilliggen dat je veilig ten anker of aangemeerd ligt. Schip Y ligt dus stil. Schip X drijft met motorpech, dus ligt volgens het BPR niet stil. Antwoord A. De bestuurder van een snelle motorboot die één of meerdere waterskiers trekt, moet worden bijgestaan door een medeopvarende die als uitkijk fungeert.
wat is de minimale leeftijd van deze opvarende? A. 12 jaar, B. 15 jaar of C. 16 jaar. Een vereiste voor het trekken van waterskis is dat de schipper wordt bijgestaan door de mede-opvarende die als uitkijk fungeert. En hoe oud moet deze persoon zijn? 15 jaar. Antwoord B. Je hebt een klein schip van 15 meter die 7 km per uur gaat. Hoe oud moet je volgens het binnenvaartspolitiereglement zijn om het schip te besturen? A. Dit mag vanaf alle leeftijden. B. 12 jaar. C. 16 jaar. Of D. 18 jaar. Je moet minimaal 16 jaar oud zijn om bootjes te besturen die groter zijn dan 7 meter en harder gaan dan 13 km per uur. En B16, dan mag je in principe alle boten besturen met uitzondering van snelle motorboten die harder gaan dan 20 km per uur. Het juiste antwoord is dus C. Wanneer wordt een sleep- of duwboot kleiner dan 20 meter als groot schip aangemerkt volgens het Rijnvaartspolitiereglement? A. Altijd. B. Nooit. Of C. Alleen als het een boot sleept of duwt die groter is dan 20 meter. Let op, we hebben het hier over de RPR. Bij RPR-reglementen worden sleep- en duwboten altijd aangemerkt als groot schip, ongeacht de grootte van het schip dat ze duwen of slepen. Dit is dus antwoord A. Kleinschip X vaart netjes aan stuurboordzijde. Grootschip Y komt kleinschip X tegemoet. Het dreigt gevaar voor aanvaring. Het Rijnvaartspolitiereglement, oftewel de RPR, is van kracht. Wie moet de voorrang verlenen? A. Schip X, want grote schepen hebben hier altijd voorrang. B. Schip Y, want schip X vaart met gestrekte koers stuurboordzijde. Of C. Schip Y, want die vaart tegen de stroming in. Nou, bij het RPR hebben grote schepen altijd voorrang op kleine schepen, ongeacht het kleine schip gestrekte koers stuurboordzijde vaart. Klein motorschip X moet dus voorrang verlenen aan groot motorschip Y. Antwoord A. Oké, we gaan door met de 5 meer keuzevragen over de behandeling van de voorstuwingswerktuigen en de veiligheidsmaatregelen. Twee accu's zijn aan elkaar gekoppeld, zoals op de afbeelding. Je hebt een acculader die op 12 volt en op 24 volt geschakeld kan worden. In welke stand moet de acculader worden gezet? A. 12 volt, B. 24 volt of C. 12 volt. Tenzij je snel wilt laden, dan 24 volt. Er wordt hier gebruik gemaakt van een parallelschakeling. Dat betekent dat als je twee accu's aan elkaar koppelt, de volt hetzelfde blijft, maar de accuduur verdubbelt. Het blijft dus gewoon 12 volt. Antwoord A. Wat zijn type B branden? A. Metaalbranden, B. Gasbranden, C. Vloeistofbranden of D. Vet- en oliebranden. Nou, we onderscheiden type A, B, C, D en F branden. Nou, type B branden, dat zijn vloeistofbranden. Antwoord C dus. En de andere type branden, nou, die behandelen we uiteraard uitgebreid in onze videocursus. Je gaat met normale weersomstandigheden het binnenwater op. Je draagt lichte kleding. Wat voor type vest neem je mee? A. Een zwemvest van 50 newton. B. Een reddingsvest van 100 newton. C. Een reddingsvest van 150 newton of D. Een reddingsvest van 275 newton. Nou, we onderscheiden verschillende type reddingsvesten uitgedrukt in newton. Als je met normale weersomstandigheden het binnenwater opgaat en lichte kleding draagt, dan is een reddingsvest van 100 newton voldoende. Dus antwoord B. Een gasdetector is uitgerust met één of meer sensoren. Waar moeten deze sensoren worden geplaatst? A. Zo dicht mogelijk boven het kooktoestel. B. In de passagiershut. Of C. In het laagst gelegen gedeelte van de ruimte waar het gastoestel is geplaatst. Nou, omdat gas zwaarder is dan lucht, zal het gas zich bij een gaslek naar het laagst gelegen gedeelte van het schip verplaatsen. Het is dus belangrijk dat hier ook de sensoren worden geplaatst. Antwoord C. En tot slot. Een dodemansknop is verplicht voor A. Een snelle open motorboot, B. Een zeilschip of C. Een snelle gesloten motorboot. Dit is antwoord A. Een dodemansknop, oftewel motorontbrekingsknop genoemd,
is verplicht voor snelle open motorboten, want er bestaat natuurlijk een kans dat je met open boot in het water valt. Gebeurt dat, dan zorgt de dodemansknop ervoor dat de motor stopt. Nou, hoe gingen deze vragen? Goed? Top. Laten we meteen doorgaan. Varend in het Signy betonningssysteem nadert je een scheidingston aangevend hoofd van water rechts. Hoe ziet deze ton eruit? Ton A, ton B, ton C of ton D? Een scheidingston geeft de route aan die je moet volgen om in het hoofd van water te blijven. Is het hoofd van water alleen rechts? Dan zie je een rechtse scheidingston. En die herken je aan de groene kegel. Antwoord: A dus. Bij een licht op de kaart staat vermeld ISO 8S. Wat betekent dit? A, 8 seconden aan. B, 8 seconden aan, 8 seconden uit. Of C, 4 seconden aan, 4 seconden uit. Op het water kan je natuurlijk te maken krijgen met lichtseinen. ISO betekent net zo lang aan als uit. Dus zie je ISO 8S, dan betekent het dat je 4 seconden licht aan hebt staan en 4 seconden uit. Antwoord C. Tijdens de cursus krijg je een volledig overzicht van de verschillende lichtseinen. Erg belangrijk voor op het examen. Je ziet bij een brug een zogenaamde hoogteschaal. Nou, hoeveel onderdoorvaarthoogte wordt er aangegeven? A, 5,60 meter, B, 7,30 meter, C, 7,60 meter of D, 8,30 meter. Een hoogteschaal loopt van boven naar beneden. En kijk je goed, dan zie je dat de onderdoorvaarthoogte 5,60 meter is. Antwoord A. Je ziet in de vaarweg een NAP-pijlschaal. Hoe hoog staat het water? A. 7,30 meter boven NAP. B. 7,70 meter boven NAP. C. 8,30 meter boven NAP. Of 9,70 meter boven NAP. Je maakt onderscheid tussen pijlschalen onder NAP en boven NAP. Een pijlschaal loopt van beneden naar boven, dus de waterhoogte is 8,30 meter boven NAP. Antwoord C. De doorvaarhoogte van een brug is 28 decimeter. Dit is ten opzichte van het kanaalpeil waarvan gegeven is kanaalpeil is NAP min 3 decimeter. Op de pijlschaal bij de brug lees je af dat de werkelijke waterstand NAP plus 1 decimeter is. Als de maximumhoogte van je schip 23 decimeter boven water bedraagt, hoeveel decimeter speling heb je dan als je onder de brug doorvaart? A. Je hebt geen speling, je kan er niet onderdoor. B. 1 decimeter. C. 2 decimeter. Of D. 3 decimeter. Het juiste antwoord is hier B. Het is tijdens het examen erg belangrijk om te weten hoe je de doorvaarthoogtes moet berekenen. Ook dit komt uitgebreid aan bod tijdens onze videocursus. Je vaart op zee en ziet overal schuimkoppen. Volgens de schaal van Beaufort heb je te maken met A. windkracht 4, B. windkracht 5 of C. windkracht 6. De schaal van Beaufort klassificeert windkrachten van 0 tot 12. Zie je overal schuimkoppen, dan heb je te maken met windkracht 5. Antwoord B dus. Hier staat de weerkaart met de windkracht en windrichting. Wat is juist? Van 10 tot 12 is er sprake van krimpende toenemende wind. En van 1 tot 3 is er sprake van ruimende afnemende wind. Van 10 tot 12 is er sprake van ruimende toenemende wind. En van 1 tot 3 is er sprake van krimpende afnemende wind. Van 10 tot 12 is er sprake van ruimende afnemende wind. En van 1 tot 3 is er sprake van krimpende toenemende wind. Of van 10 tot 12 is er sprake van krimpende afnemende wind en van 1 tot 3 is er sprake van ruimende afnemende wind. Krimpende wind, dat is wind tegen de klok in en ruimende wind, dat is wind met de klok mee. Als je naar de windrichting en de pijltjes kijkt en de richting nadoet met je vingers, dan zie je dat de veerkaart aangeeft dat er van 10 tot 12 sprake is van krimpende afnemende wind en van 1 tot 3 sprake is van ruimende afnemende wind. Antwoord D. Wat is juist ten aanzien van de afgebeelde verkeerstekens? A. Een groot zeilschip mag niet voorbij het linkse en niet voorbij het rechtse teken. B. Een klein zeilschip mag wel voorbij het linkse teken. Of C.
Een zeilplank mag niet voorbij het linkse en niet voorbij het rechtse teken. Het is antwoord C. Een zeilplank valt onder de categorie van een klein zeilschip, dus mag niet voorbij het linkse en het rechtse verkeersteken varen. Wat is juist ten aanzien van het afgebeelde verkeersteken? A. Begin van zone waar kleine schepen zijn toegestaan. B. Begin van zone waar watersport is toegestaan. Of C. Begin van zone waar het varen met jetskis is toegestaan. Je zou misschien denken dat dit bord aangeeft dat het gaat over watersport, maar dit aanbevelingsbord betekent begin van zone waar kleine schepen zijn toegestaan. Antwoord A. Wil je meer weten over alle verkeersborden die je kan tegenkomen op het water? Neem dan nogmaals een kijkje bij onze videocursus. En, vond je het pittig of viel het wel mee? Nou, laten we in ieder geval doorgaan naar het laatste onderdeel. Een schip met linkse schroef loopt geen snelheid door het water. Het is windstil, het roer staat midscheeps. Wat gebeurt er als de schroef op achteruit wordt gezet? Het schip vaart in een rechte lijn achteruit. Het voorschip trekt naar bakboord. Of het voorschip trekt naar stuurboord? Dit is antwoord B, want met de linkse schroef heb je door het wieleffect een afwijking richting stuurboord. Als je de schroef eens achteruit zet, is het andersom. Het voorschip gaat naar richting bakboord. Schip X en schip Y liggen beide ten anker voor overnachting. Welk schip ligt goed ten anker? A. Beide. B. Schip X. C. Schip Y. Of D, geen van beide. Belangrijk om te weten is dat je nooit mag ankeren in een vaargeul. Als de wind draait, dan kan schip X de vaargeul ingeblazen worden. Schip X ligt dus niet goed ter anker. Schip Y blijft als de wind draait voor de vaargeul. Schip Y ligt dus goed ten anker. Antwoord C. Je vaart met een klein schip 8 km per uur. Een groot schip komt je tegemoet met 20 km per uur. De afstand over dwars is 15 meter. Wat gebeurt er met je schip als het grote schip voorbij is? A. Je wordt door de zuiging naar het grote schip toegetrokken. B. Je wordt door de boeggolf naar de kant geduwd. C. Je wordt door de hekgolf naar de kant geduwd. Of D. Er gebeurt niets. Een groot schip veroorzaakt natuurlijk golven waar je rekening mee moet houden. Als een groot schip je tegemoet komt en je passeert, dan word je door de hekgolf van een grote schip naar de kant geduwd. Dus ook hier weer antwoord C. Wat is de dode hoek van een schip? A. Het gedeelte van het nevenvaarwater dat vanuit de stuurhut van een in het hoofdvaarwater varend schip niet kan worden overzien. B. Het gebied voor de boeg van het schip dat door de schipper vanuit zijn stuurhut niet kan worden overzien. Of C. De ruimte tussen de stuurboordzijde van het schip en de wal die het nodig heeft voor het uitzwaaien van het achterschip wanneer het bakboord uitdraait. Antwoord B. De dode hoek is het gebied voor de boeg van het schip dat door de schipper vanuit zijn stuurhut niet kan worden overzien. Dus altijd goed opletten. Een motorschip waarvan de motor is uitgevallen wordt gesleept. Omdat er geen schroefwater langs het roer stroomt, luistert het schip slecht naar het roer. De wateromstandigheden zijn rustig. Hoe kan het beste worden gesleept? A. Slepen met twee korte kruislings vastgemaakte trossen. B. Langzij slepen. Of C. Slepen met een lange tros. Nou, er zijn verschillende manieren van slepen. Luistert het pechschip slecht naar het roer, dan wordt het aangeraden om te slepen met twee korte kruislings vastgemaakte trossen. Antwoord A. Je hebt een klein motorschip. Die is uitgerust met een linkse schroef. Je wil keren met zo'n klein mogelijke draaicirkel. Doe je dit bij voorkeur via bakboord, stuurboord of maakt het niet uit? A. Via stuurboord. B. Via bakboord. Of C. Dit maakt niet uit. Dit is antwoord A. Want met een linkse schroef heb je door het wieleffect een afwijking naar stuurboord. De kleinste draaicirkel is dus ook via stuurboord. Je vaart met je schip recht voor de wind. Je wilt afmeren en kunt kiezen om dit aan de stuurboord of aan bakboord te doen. Nou, het schip heeft een linkse schroef. Welke wal kies je en welke tros breng je als eerste uit? A. Stuurboordwal op de voortros.
B. Stuurbordwal op de achtertros. C. Aan bakbordwal op de voortros. Of D. Aan bakbordwal op de achtertros. En ook hier heb je met de linksschroef door de wieleffect een afwijking naar stuurbord. Aan deze kant meer dus af. Daarnaast heb je de wind mee. Dus maak je eerst de achtertros vast, zodat de wind de boot naar voren duwt en de achtertros strak trekt. Dat is antwoord B. Je vaart met een motorboot die voorzien is van een rechtse schroef en een boegschroef. Je wilt keren met zo'n klein mogelijke draaicirkel. Hoe doe je dat? A. Zoals situatie W. B. Zoals situatie X. C. Zoals situatie Y. Of D. Zoals situatie Z. Dit antwoord is C. Bij een rechtse schroef is de draaicirkel of een bakbord het kleinst. Je stuurt dus zowel de schroef en de boegschroef richting bakbord. Nou, hoe ziet dat eruit? Aan de achterkant zijn de belletjes aan de linkerkant en bij de voorkant aan de rechterkant. Yes, yes, het oefenexamen voor vaarbewijs 1 zit er weer op. En zoals je hebt kunnen zien zitten er echt een paar listige en pittige vragen tussen die je ook echt elk examen kan verwachten. In onze videocursus komen alle onderdelen en de examenvragen aan bod op de meest laagdrempelige manier. Ben je nieuwsgierig geworden? Check dan via de link in de omschrijving het pakket en dan hoop ik dat ik jou zie bij hoofdstuk 1. Zou je alle CBR onderdelen en de examenvragen te zien willen krijgen? Check dan onze videocursus en oefenexamens via de link in de omschrijving.